les 6 gaan jullie leren over een nieuwe tekstsoort. Eigenlijk eentje die we nog niet gezien hebben, maar die ook niet zo super moeilijk is. Als je de titel van de les leest, dan ga je al meteen zien waarover het gaat. Ik zal eens de titel voorlezen. Ik kan de kenmerken van een zoekertje geven. Dat wil zeggen dat jullie op het einde van deze les moeten kunnen uitleggen wat een zoekertje is. Daarvoor gaan jullie straks eerst alle zoekertjes hier op deze dingen, op deze pagina's het liefste, lezen. Okay. Je ziet dat er al een aantal dingen in het geel en in het groen gezet zijn. Ik ga die eventjes afvinken. Een zoekertje, dat is eigenlijk een kort tekstje, niet zo lang, waarin er iets staat wat men ofwel zoekt, ofwel wil verkopen. Dus als jij thuis bijvoorbeeld op zoek bent naar een spelletje, dan kan jij een zoekertje op Facebook of in de krant of op het internet zetten waarin je schrijft dat je op zoek bent naar een spelletje om te spelen. Maar het kan ook zijn dat je thuis heel veel spelletjes hebt en dat je ze niet meer nodig hebt. Dan kan je een zoekertje schrijven waarin je mensen zoekt die jouw spelletjes willen gebruiken of kopen. Dus ofwel zoek je zelf iets, ofwel wil je iets verkopen. Je zal straks de 8 zoekertjes moeten lezen. Dan ga je op de volgende bladzijde, namelijk op bladzijde 10, de 3 vragen maken. Eerste vraag is niet zo moeilijk. In welke zoekertjes wordt er iets te koop aangeboden? Dus in welk van deze zoekertjes kan ik iets kopen? Die nummertjes schrijf je op het eerste lijntje. In welke zoekertjes wordt er iets gezocht? Dus waar staat er dat iets zoeken? Dat moet je op het tweede lijntje schrijven. Oké? Dan moet je in de zoekertjes ofwel wat ze willen verkopen of wat ze zoeken in het groen zetten. En hoe je de persoon kunt bereiken in het geel. Bijvoorbeeld, ik zie hier staan in het eerste zoekertje dat ze het Wie is het spel willen verkopen. Dat zet je dan in het groen, want dat verkopen ze of zoeken ze. En je ziet ze wonen in Hasselt, prijs overeen te komen. Dat is niet echt hoe je de persoon kan bereiken. Dat staat er nog niet bij, dus dat moet je niet aanduiden. Maar soms staat er bijvoorbeeld, bel mij of sms mij of stuur een mailtje. Op die manier kan je die persoon bereiken en dat moet je dan in het geel zetten. Oké? Ben je daarmee klaar? Je doet dat dus in zoveel mogelijk tekstjes. Nu natuurlijk, als het er niet in staat, kan je het ook niet aanduiden. Niet? En dan bij oefening 3 lees je de zinnetjes. En je denkt na bij welk zoekertje past dat eigenlijk wel. En je zet een kruisje in het hokje bij dat zoekertje. Bijvoorbeeld de eerste zin. Lee schrijft graag brieven, maar weet niet naar wie ze kan schrijven. Dan zoek je hier tussen de zoekertjes. Waar vindt Lee iemand die met haar wil schrijven? Ah, het zal dit zijn, pennenvriend 7. En dan zet je een kruisje in de kolom van 7, want dat past daarbij. Het volgende. Elise heeft te veel boeken die niet meer in haar kast passen. Je zoekt het zoekertje dat erbij past en je zet een kruisje in de juiste kolom. Het is niet zo super moeilijk, maar je moet wel heel goed lezen. Vooral vraagje 2 is heel moeilijk, dus zet daar maar een uitroeptekentje bij. Van mij verdwijnt het nu als ik het opschrijf, maar zet daar maar een uitroepteken bij. Veel succes!